Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben lekker naar Hardenberg geweest, naar de beurs. Het was de bedoeling om te vloggen. Het enige wat ik opgenomen heb, was de intro. Dat is dadelijk het enige wat ik opgenomen heb. Maar het was wel ontzettend leuk. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad met collega's van het werk. Het was super. Bedankt iedereen voor de gezellige dag. Het was echt een leuke dag. De hele dag eigenlijk een beetje op pad geweest. Ik was pas om 9:15 was ik pas weer thuis. We gingen om 10:00 gingen we weg. Dus het was wel een lange dag was het. Maar ik heb wel echt mijn eigen vermaakt. Ja, laatste tijd is het echt zoiets van... dan ben ik van plan om eigenlijk te gaan vloggen. Ja, en dan heb ik zoiets van, ja, heb het wel meerwaarde? Dan heb ik zoiets van, ja, is het eigenlijk wel leuk om dit te filmen of zo? En dan verlies ik eigenlijk een beetje, het plezier om te filmen. Dan heb ik zoiets van, nou ja, laat het maar gaan. Ik ga later wel weer, een andere keer ga ik wel weer filmen. Maar dat is eigenlijk de laatste tijd. Ik vlog een beetje minder. Dan had ik al gezegd dat ik al een stuk minder zou gaan vloggen dan normaal. Voor de rest is er ook niet echt heel veel belangrijke, spannende dingen allemaal. Het is buiten heel slecht weer. Je gaat niet echt heel erg snel gaan naar buiten. Omdat het weer nogal ontzettend slecht is. Het regent, het is koud. Ik hoop dat ik binnenkort dat het weer een keertje wat beter wordt. Want dan kunnen we weer wat meer vloggen. Ja, ik heb gehoord dat zelfs het zo erg wordt dat aankomende week de winterperiode gaat beginnen. Dan wordt het echt koud, krijg ik natte sneeuw en zo. Nou, ik ben reuze benieuwd. We gaan het wel zien allemaal. In ieder geval heb ik weer een lekker rustig weekendje gehad. En ik geniet daar momenteel van. Ik geniet momenteel van het lekkere, rustige weekendje. De rustige week eigenlijk. Niet veel dingen doen. Lekker op mijn gemakkie. Wat nog wel gebeurd is, dat is dat ik vrijdag thuis was. En niet hoefde te werken. Ik had een dagje vrij vrijdag. Voor de glasvezel internet. Ik moet er ook aan, helaas. Ik heb er niet echt hele goede verhalen over gehoord. Over de glasvezel internet. Het schijnt nog wel heel erg slecht te wezen. Ja, bij de ene die vindt het fantastisch. En de ander die heeft er echt hele slechte ervaringen mee. Ik dacht dat alles in één keer, dat ze dat in één keer zouden doen. Maar twee medewerkers van KPN. Een van de buitenlands accent spraken ze. Waren heel slecht waren heel slecht te verstaan. En was ontzettend moeilijk om mee om te communiceren. Dus ik heb KPN nog maar eens even gebeld van joh, is dit het nou? Of want volgens mij is er nog steeds niks gebeurd. Nou, dat bleek ook zo. Er moet nog iemand komen die het aan moet sluiten. En dan ga ik over op glasvezel internet. Ik ben reuze benieuwd wat glasvezel internet is. Of dat het dus een beetje beter is. Ja, de ene zegt van ja, mijn internet legt er constant uit. Hele slechte verbinding, constant geen internet. En de ander die zegt van het is fantastisch. Reuze snel, super. Het ligt er ook, volgens mij ligt er ook een beetje aan de wijk. De ene wijk is het internet perfect en de andere is het niet echt heel erg best. Degene die ik gesproken heb, dat is een buurjongen en een collega van me. Die woont bij mij in de straat. Nou, daar schijnt het goed te wezen. Dus wat dat betreft hoop ik dan maar dat het in mijn straat allemaal goed geregeld is met het glasvezel internet. En we gaan het wel zien. In ieder geval, we gaan het in ieder geval wel zien. Ik heb wel tegen de KPN-vrouw gezegd van joh, het internet wat ik nu heb is echt perfect. Ik heb echt ontzettend goed internet. Goede televisie, goede internet.
Dus ik hoop wel dat het zo blijft. Want ik ben er heel erg bang voor dat ik dadelijk in plaats van vooruit achteruit ga. En dan heb ik er eigenlijk wel spijt van. Want dan zit ik eigenlijk liever op het internet wat ik nu zit. Dus we gaan het allemaal wel zien. We gaan het allemaal wel zien in ieder geval. Voorlopig eventjes heel weinig vloggies. Hoop dat het weer wat beter wordt. Dat we weer lekker naar buiten kunnen. En weer wat vloggies kunnen opnemen. Want het is momenteel, het is momenteel even allemaal een beetje rustig aan allemaal. Weinig inspiratie. Maar ja, het is ook echt ontzettend slecht weer is buiten. Ja, ik heb geen zin om in de regen ergens naartoe te gaan. Om dan buiten helemaal mijn eigen nat te laten regenen. En mijn eigen laten bevriezen door het slechte weer. Want het is echt ontzettend koud is het. Het is nog niet dat het vriest of zo. Maar het is wel echt ontzettend koud is het. Dus dat dus in ieder geval. Ja, YouTube is een beetje bij mij op een heel laag pitje komen te staan. Ja, het is niet echt mijn dingetje voorlopig heel eventjes meer. Ik ben vooral veel bezig met andere dingen. Minecraft ben ik nou weer bezig. GTA ben ik mee bezig. En het vloggen is even momenteel een beetje wat minder geworden. Momenteel eventjes. Ik had ook de laatste tijd niet echt heel veel zin meer in. Komt ook hetgene wat ik, wat ik de laatste tijd heb. En dat is nog steeds niet voorbij. Dus het is een beetje behelpen allemaal. Maar ik heb eigenlijk liever, ik ga liever eigenlijk hier op de bank leggen. En lekker televisie kijken dan dat ik naar buiten ga om een videootje op te nemen. Nou kan dat zijn door het weer. Maar van de zomer denk ik wel weer. Kijk, dan is het ook wat lekkerder weer. Dan ga je ook wat sneller naar buiten toe. En dat mis ik nu wel heel erg. Eigenlijk een beetje. In ieder geval ben ik weer ook weer aan het werk. En heb ik weer een paar weken werk er alweer op zitten. Ja, het is alweer een beetje vertrouwd, hè. Een maandje vakantie is lekker. Maar zo voorbij. En dan zit je toch eigenlijk weer in je oude ritme van vroeg opstaan naar je werk toe gaan de hele dag. En dan om 4 uur thuiskomen en dan nog eventjes wat dingetjes te doen. Een beetje televisie te kijken en dan weer vroeg naar bed gaan omdat je de andere dag er weer vroeg op moet. Dus dat is het eigenlijk een beetje eigenlijk allemaal. In ieder geval bedank ik jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer voor meer. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik wil alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende. Groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi. Want ik ben boef, gaat die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Jij maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij zee ziek. Holla me, heb ik het overvaren. En zo dreddies die blokken laten overvaren. 3 shows op een avond, meisje, je van zoontjes haasten.